Eerste onderdeel is voor 2 punten. En die hoort een instrumentaal fragment. En de vraag is, welk nummer is het? Oh, de titel is genoeg. Miguel, jouw eerste instrumentale fragment. Ja, je merkt dat die dat niet weet. Ja, nee, ik kom daar heel erg bekend voor, maar ik weet het. Ik moet wel eerlijk zeggen, dit fragment wat je nu gehoord hebt, is het enige stukje van het liedje waarin het niet meteen heel obvious is. Nee, ik heb echt geen idee. Oké. Nee. Misschien alleen maar leuk, dan kan de rest misschien ook een keer weer. Oh ja, doei. Wat was het? Youngblood met Parents. Oh, kut! Ja, nee. Oh, kut. Imke, jouw fragment. Ja, ik vind het gewoon niet leuk. Ik heb er gewoon geen zin in. Je kunt het niet. Nou, welk nummer is dit? Ja, weet ik niet. Weet je een moment zonder jou. Een moment van maan. Oh, wat goed. Kom je zo! Lekker hoor! Dit is niet eerlijk. Dit is niet eerlijk. Rick, het is niet eerlijk. Dit is echt niet eerlijk. Maar goed, ik ben benieuwd. Even los van geraakt, is het wel een beetje op jullie niveau afgesteld. Ja, oh, bij. Nou, dat niet. Oké, kut. Sascha. Oké. Oh, het ligt echt op een puntje van mijn tong, hè? Ik ben het nu van je horen. Wow, that she wants. Stil! Nee! Liar. Liar, ja. Af. Leuk. Sorry, dit was echt. Ik voor duidelijkheid, mensen, ik sta voor. Jij staat nu voor. Misschien nog niet. Doe maar. Dadelijk. Erger, hè? Ja. Ik heb echt geen idee. Ik kon jou ook heel moeilijk inschatten, want je zit natuurlijk het grootste deel van het jaar Griekenland. Ik weet niet hoeveel popmuziek je meekrijgt dan. Ja. Omdat je alleen maar de Stitakis zat te dansen. Ja. Maar ik weet het niet. Ik herken het wel, maar ik weet sowieso niet. Ik zou niet eens een tekst erbij kunnen bedenken op dit moment. Dus, Welcome me home. Oh. Ja, ja. Ik herken het steeds voor je, hè? Ja. Goed zo. Gaan we gauw door naar het tweede. Wat kunnen we winnen trouwens? De eer. De eer. Straks een extra glaasje bubbels. Ik ga koffer draaien. Iedereen krijgt een koffer te horen. De vraag is, wat is het origineel? Ook weer voor 2 punten. Eerste voor Miguel. Imagine Dragons Believer? Nee. Oh, wat dan? 7 Rings. Oh, nou, dat had ik niet geweten. Imke, volgende is voor jou. Ja, dat is hem. Psycho! Met? Sweet met Psycho? Ja. Oh ja! Oh my god! Ja. Ik zat hier nog steeds!
niet. Ik doe niet meer mee. Weet je wat ik denk? Dat jij helemaal niet zo slecht bent, maar dat je gewoon niet nadenkt over wat het zou kunnen zijn. Dat weet ik niet. Goed, we gaan door met Sascha. Ook niet zo moeilijk. Alles is te veel, van alles te weinig. Niemand die het hoort, dus dat is te stil. Je hoofd aan het malen. Als je mij had verteld, dan had ik het je nooit gevraagd. Oh, dit is echt. Ergens dat je ook gewoon zegt, dit is niet moeilijk. Dit is wel een hele mooie cover. Mm-hmm. Ontzettend. Bury a Friend. Oh ja, nee. Oh, helaas. Van Billie Eilish. Dus. Nee. Nou, dat is echt helemaal de andere kant op dan de vorige keer. Ja. Heel apart dit. Nou weet ik ook waarom Imke de vorige keer zo slecht scoorde. Die zat gewoon niet op te letten. Die zat gewoon te kijken hoe alles in elkaar zat. En dan komt er nu allemaal uit. En nu weet ze alles. Oh ja. Ja, je hebt gewoon je hebt mentaal voorbereid op dit moment inderdaad. Ja, oké. Okay. Dit is voor jou. Ja. Ik ben bang voor wie ik word. Ik weet dat de storm nog komt. De stilte. Jij weet wel. Ik weet wel. Sam Smith, toch? Van weet ik veel hoe dat liedje heet. Nee! Dat is van Madonna Duncan Lauren met... Oh, kut man. Ja, of van het Songfestival. Met kut. Oh, deze was echt te duidelijk. Dit is echt, ja. Kut. Oh, maar nu heb jij hebt 2 punten en wij hebben nog niks. Oké. Okay. Oh ja, is het echt zo? Ja, het is echt zo. Je hebt 4 punten in totaal. Oh ja, je krijgt en de rest is allemaal 0. Ja. Oh. Oké, okay. De volgende is eigenlijk al een heel makkelijk onderdeel. Als je dat zei je net ook. Nee, maar wat het is, want je hoort het gelijk namelijk, dat is het punt. Het is een mashup ronde. Dus er zijn 2 nummers door elkaar gemixt. Welke 2 nummers hoor je? Maar goed, okay. Miguel, begin met jou. Sometimes you're a stranger in my bed. Don't know if you love me or you want me dead. Push me away, push me away. Beg me to stay, beg me to stay, yeah. Ik weet Bad Guy, hoor ik. Ja. En de tekst is van... Ja, ik weet het niet. Maar mag ik zeggen, het is Thief, toch? Of van... Five Seconds of Summer, ja. Nou ja. Je krijgt trouwens, hij was vergeten te zeggen, bij deze ronde voor beide antwoorden 2 punten. Dus je hebt 2 punten. Oké. Okay. Oh. Nou, dus, mooi. Nou. Dat is in ieder geval iets. Imke. Ik vind dit van deze echt heel moeilijk. Ja, ik ook. Ja, maar dat was niet voor jou. Maar goed, nee, ja. Ja, maar, ja, goed. Die voor jou is heel makkelijk namelijk. Nou, doe niet zo. Prikken. Ja, ik wil wel voor jou echt exact de goede titels, omdat het zo makkelijk is. Oh, oké. Okay. Nou, ik moet wel heel erg zeggen, hij is van mij weet ik wel, van Maan, maar die andere, ik weet echt niet welk nummer dat is. Ja, ik ken hem natuurlijk wel, het is een super bekend nummer, maar ik weet gewoon niet hoe die heet. Die andere was Whenever, van Chris Cross Amsterdam. Oh ja. Sorry. Maar dan heb je toch 2 punten. Oh, nou echt, laat maar alsjeblieft gewoon 2 punten geven. Die van Shakira, die klinkt instrumentaal natuurlijk hetzelfde. Ja. En dat heet Whenever, Wherever. Oh, deze heet alleen zo. Maar Whenever. Dus daarom Dan krijg ik je punten. Ik dacht ook, waar loop je nou maar naar te naaien dan? Ja, te naaien. Sascha, 2 nummers. Walk Me Home and Thunder. Je hoort het gewoon allebei, hè? Ja. Je hoort het allebei. Thunder! Maar dit is ook, heb ik ingesteld naar de vorige keer. Ik kon heel hoog zitten en niet zo. Dank je. Mij al helemaal niet. Lots of love. Maar je hebt wel 3 punten. Goed, man. Okay. Ja, jij hebt ook een hele makkelijke eigenlijk. Oh, no. Ja, maar jij vindt alles wel heel makkelijk. Ja, dat komt nee, maar luister mee. Oh.
Sweet But Psycho en Pokerface. Ja. Oh, je zit echt mooi naar te kijken, man. Ik heb deze als de radio gedraaid. Ja, 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 nee, oh, dit is echt... Ik heb 4 punten. Dit is echt na jij, dit, hè? Ik heb dus... meer punten dan jij. Maar ik had oprecht verwacht dat jij Tiet wel... Ik heb oprecht verwacht dat jij Tiet wel zou kennen. Ja, maar ik vind het, ik weet niet, ik ben een beetje autistisch, dus ik kan die twee dingen niet combineren in één keer. Ja, ja. Oké, okay. We gaan door naar het laatste onderdeel. Dat is wel meteen de moeilijkste. Oh. Het wordt wel spannend. Geen fragmenten, maar tekst op beeld vertaald. Oh. Als het Nederlands nummer was, is het Engels geworden. Ja. Als het Nederlands is Nederlands geworden, welk nummer is het? Oh, maar welke maakt niet uit welke titel je noemt. Dus als je nog geen Engels kan en je hebt een Nederlands nummer, dan ben je gewoon gespeeld. Ja, oké. We beginnen met Miguel. Het was een Engels nummer, dat nou staat er in Nederlands. Uitgerukt uit de grote tijd, welkom in de oneindige zwarte luchten. Maar is het gewoon weer een nummer wat dit jaar is uitgekomen? Of vorig jaar. Vorig jaar. Oh, dit is niet, oké. Okay. Deze heeft meer te maken met jullie persoonlijke... Oh, oké, dat is een verzoek weten. Waar zeg je, dit soort teksten ken ik niet. Nee, ik wil zeggen, dit is voor mij ook echt... Ja, ik weet zeker altijd iets van Muse is. Ja, maar wel titel. Ja, nee, ja, ja. Ik zou je een tip geven om daar een beetje achter te staan. Ja. Het zijn de eerste twee zinnen van het nummer. I'll go with him. Nee, ja, ik weet het niet. Echt niet. Dit was Star Contingent. Ja, nee, vind ik ook echt een van de minst leuke van de album, maar goed, ja. Sorry. Nee, jij begenaait Rick deze keer. Ja, dat zou ik ook zeggen. Last je je verliezen. Oh, ja, dat is moeilijk, hè? Nou, ik heb oneerlijk verloren deze keer. Ja, ja, dat zou ik ook zeggen. Dan zal ik ze even vertellen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, ja, dat is waar. Punt. Heel wijs. Wat ik me vergeten was te vertellen, die krijgt voor deze ronde 5 punten. Oeh. Jij niet, alleen. Nee. Oh. Ik vind mezelf echt zielig op dit moment. Ja, ik echt ook heel wel. Zielig. Imke. Oh, spannend. Jouw tekst. Dat was namelijk Nederlands en die is Engels geworden. Oh yes, fijn. You act clean, but your dance is dirty. Sorry. it's in your blood, you can be decent to. Oeh, oh. Ik dacht even, dat wordt heel easy, maar ik zit niet zo... Ja, hè, dat dacht je, hè? Ja! Dat dacht ik ook. Maar voor 5 punten. Ja, precies. Laat me heel even denken. Hey, voor jou is het makkelijker, want jij moet terug naar Nederland. Ja, precies. Ja, dit is wel makkelijker, maar... Ja, ik weet het ook nu hoor. Ja, dat was goed. Nee, dat tel ik niet goed. Ja, van Busy. Ja, doei. Oh ja, maar ik dacht er wel aan Busy. Ja, goed zo. Ja, nee, oh nee. Yes, mij. Nee, ik dacht wel aan Busy, maar ik dacht niet aan ja. Ze krijgt 3 punten. Nee, dan geef ik geen punten. Nee, ja, nou vind ik wel heel lullig. Ja, oh, nou ben ik echt te zenuwachtig. Nee, ik maak toch iets te snel een grapje omdat je ja zei. Ja, maar ik kan het niet maken. Sorry. Sasha. Ja, oh ja, maar je dans. Ja, 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 precies. Dat stuk. Oké. Ja. Ik zou willen dat we de tijd terug konden draaien naar die goede tijd toen ons man ons in slaap zong. En oh, sorry. Ik zou willen dat we de tijd terug konden... What the fuck? Ons man? Ja, ons man. Ons man? Ons man. Ons in slaap. Ja, vrij vertaald. Met een biertje erbij. Ja. Wie zingt daar ons man? Oh ja. En dit zou mijn voorkeur moeten zijn voor muziek. Oké, okay, wat ruis ik vage muziek naar. Ja. Ik zou willen dat de tijd terug kon draaien, maar... Nou, het klinkt dus aan een lieve tekst. I would love... Het is Zangerides met Romana op de scooter. even wat je was aan het vertalen. Ja, ik ga het nu gewoon letterlijk vertalen. I would love to take back the time. Ja. Stressed out van 21 Pilots. Fuck! We zijn kutten, oh, damn it! Godverdomme, echt! To the good old days. Ja, oh, wat stom. Ja. Oké. Ik haat mezelf nu, hè. Het is de drop of de onder of erover. Oké. Jouw nummer, jouw tekst is... Hou je niet vast aan geld. Sommige mensen hebben het in overvloed en zijn nooit tevreden. Dus kijk alsof je water zien branden. Ja, dat weet ik echt niet hoor. Wil je toch een klein tipje geven? Ja. Is de hele songtekst. Dit is alles. Dit is alles. Dit is het hele nummer. Ja, don't hold on to money, weet ik veel. Maar ik ken geen lied. Nee.
Nee, helaas ook. Ik heb jou al echt niemand punt in deze ronde. Ja, wat was het? Was Bad Karma. Ja, oh my god. Dat kon je nooit weten eigenlijk. Dat is heel moeilijk inderdaad. Ja. Dat staat niet echt weer maar. Ja. Oké. Okay. Ik moest wel aan Bad Karma denken toen jij net zei van het, dat het nummers zouden zijn die, weet ja. je wel. Ja, precies. Dan ga je wel een beetje grappig denken. Nee. Ja, dat extra stond dat je niet geroepen hebt. Ja, nee, dus ja. Ik heb inderdaad wel Bad Karma. Ja, heb jij was dit de laatste? Dat was de laatste. Oh, je hebt gewonnen? Oh ja! Ik ben gewoon alweer tweede. Ik had er tweede. Oh, wij zijn gedeeld tweede. Ja. Ja. Oké, okay, ik ga het even optellen. Dan doen we even officieel even de proef. Okay. De uitslag van de Music Quiz Oudejaar Special. Volgende Music Quiz was natuurlijk is dramatisch voor sommige mensen. Ja. Imke was toen laatste, Sascha tweede en Miguel eerste. Ik kan vertellen dat het nu echt compleet anders is. Want op de derde plek is geëindigd Miguel. Dat is onderaan. Want de tweede plek... Want de tweede plek is gedeeld. Namelijk een gedeelde plek tussen Garaag en Sascha. En de eerste plek met 6 punten is... Ja, gefeliciteerd Imke. Heel erg gefeliciteerd. Van harte. Nou, echt. Voelt geweldig. Dat ik toch de Music Quiz zou winnen. Wie had dat Wie gedacht? Had dat Wie had gedacht? Gedacht? Nou, ik ben hartstikke trots. Ik zou gelijk een zaal podcast. Het is je geluksdag vandaag, denk ik. Ik was er gewoon heel goed in. Ik ben heel trots op je.